De eerste maand van 2010 stond in het teken van de zware aardbeving die Haiti trof op 12 januari. Het dodental lag na een maand op een kleine 250.000 mensen, hoewel er door reddingsteams nog vele mensen levend onder het puin vandaan werden gehaald. Ook een Nederlands rescue team, een USAR-team, reisde af naar het land om te proberen mensen te redden. Wat doet het met u als u, als u nog overlevenden vindt, dat u gewoon een leven redt? Ja, dat doet wel met je, wat met je. Dat is ook hetgene waar we het voor doen, waarom we ook daar naartoe gaan. En dat is echt een geweldig gevoel, ja. Een week na de aardbeving kwam op vliegbasis Eindhoven een eerste vlucht met adoptiekinderen uit Haiti aan. De vlucht is goed verlopen en de hereniging was heel bijzonder om mee te maken. Wat mij opviel was dat de kinderen nogal een gelaten indruk maken. Zij hebben de aardbeving meegemaakt? Zij hebben de aardbeving meegemaakt en dit is voor hen natuurlijk ook een hele emotionele dag. Nou, voorlopig doe ik helemaal niks. Ik ga eerst genieten van mijn kindje en ik ga rustig mijn strafzaak afwachten. Dat waren de eerste woorden van John Wolbers toen hij in januari na 17 maanden voorarrest voorwaardelijk en tijdelijk vrijkwam uit de koepelgevangenis in Breda. Wel moest hij zijn paspoort inleveren en mocht hij niet in de financiële wereld werken. In latere maanden van dit jaar kwam Wolbers nog een aantal keren terug in het nieuws. Het Helmondse beleggingskantoor dupeerde 500 mensen die geld wilden steken in Amerikaanse levenspolissen. Volgens justitie werd er vooral geld aan dure auto's, huizen en luxe artikelen uitgegeven. Wolbers bestrijdt dit. He, kunt u zich voorstellen dat de gedupeerden denken van ja, meneer Wolbers zal daar wel iets mee te maken hebben, toch? Ja, toch is een jaar aan de mond leggen, Rick. Ik denk dat het heel duidelijk is geweest wat mijn rol is geweest. Ik heb niet geweten van het financiële gat. En vanaf het financiële gat heb ik alleen maar gewild dat het goed kwam. Ik heb ook tapes bij jullie ingeleverd. Hoe de laatste 5 maanden bij Easy Life zijn verlopen toen de directie er met een grote deal vandoor kwam. En ik heb daar tot de laatste dag zuiver in gezeten. Lierop stond op zijn kop in januari. De plaatselijke supermarkt was namelijk op het slimme idee gekomen om voetbalplaatjes te maken van de lokale voetbalvereniging SV Lierop. Ouders, grootouders en andere familieleden kochten zich suf aan boodschappen om maar aan het plaatje met het gezicht van kind of kleinkind te komen en een boek vol te krijgen. Ik vind hem keileuk. Volgens mij is ook iedereen heel enthousiast over. Iedereen staat er volgens mij ook keileuk op de foto's. Overvallers in de regio worden steeds brutaler en verschuiven hun werkterrein van bedrijven naar woningen. Het opsporingsteam overvallen van de politie werd daarom in 2010 fors uitgebreid. Sinds de oprichting van dit team in 2009 zijn het aantal overvallen in de regio afgenomen. Ik zeg altijd, ik wil niet alleen de successtories vertellen, want elke overval die gepleegd wordt is er één te veel. Maar we hebben een oplossingspercentage van 36% en dat is redelijk hoog. We hebben ook nog een aantal overvallen in behandeling waarvan ik denk dat die nog tot succes leiden. En recentelijk hebben we een overval kunnen voorkomen en dat hebben we eigenlijk nog het liefst dus op basis van informatie die aan ons verstrekt is, konden we die overval voorkomen en hebben ook daders aangehouden. In de loop van het jaar bleek het overvallenteam een succes en is deze inmiddels wegens goede resultaten opgeheven.